Want het is heel makkelijk om te zeggen, jij is een fucking cheater, godverdoeme, bla bla bla. Dat gaat misschien niet werken, hè? Die bril, of wel? Nu zie ik er helemaal zo precies een bejaarde, ik weet niet wat uit. Hey, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Tom of Tom van Make-up. En vandaag gaan we eindelijk... Oh, ik zie er eindelijk niet naar uit. Vandaag gaan we eindelijk de video doen, of de storytime doen, over monogamie. Waarom wil ik per se die video maken over monogamie? Voor degenen die niet weten wat dat monogamie is, blijf even kijken. Ik kan het ze beter uitleggen. Maar ik wil even uitleggen waarom dat ik deze wil oppakken. Is eigenlijk gewoon omdat dan een logisch vervolg is, een klein beetje op mijn storytimes van ervoor. Ik ben beginnen met een storytime waar ik vertelde hoe het was om een coming out te doen als little gay boy. En dan heb ik ook verteld hoe dat was voor een eerste keer seks te hebben met een man. En dan heb ik ook verteld hoe dat de eerste keer was om een relatie te hebben die niet zo goed afgelopen was. In die video heb ik zo wat verteld dat ik eigenlijk in die tijd dat ik zeg maar in een relatie zat die zo wat stuk gelopen was doordat er niet echt monogaam of dat monogamie een zeldzaam iets was in die relatie, heb ik verteld dat ik er een video over ging maken omdat ik eigenlijk heel veel nagedacht heb over monogamie. Ik wil even gewoon mijn gedachten zeggen. Ik weet, het is misschien niet echt een topic of een onderwerp voor hele jonge kijkers, maar toch denk ik dat het heel belangrijk is om af en toe toch even dingen aan het licht te brengen dat je niet in school leert. Dingen die misschien wel heel belangrijk zouden zijn om in school aan te leren. Want dan zouden we gewoon heel veel leed besparen. Dus monogamie is de voorwaarde waarbij iemand slechts éénmaal in hun leven trouwt. De voorwaarde waarbij iemand slechts met één persoon tegelijkertijd getrouwd is. En de situatie waarin iemand één enkele seksuele partner tegelijkertijd heeft. Dus eigenlijk zegt monogamie als je dus op een ander tijdstip waar je niet je partner seks hebt, dan zit je ook nog monogaam. Dus eigenlijk is monogamie niet hetzelfde als trouw zijn. Oké. In de tijd dat ik dus zeg maar, aan het herstellen was van mijn bad relationship, als je trouwens die video niet gezien hebt, ga zeker eens terugkijken. Dan kun je misschien eerst de video gaan bekijken en dan kun je zo wat volgen met het verhaal die nu volgt. Toen ik aan het herstellen was van die relatie, had ik heel veel vragen. En ik had zoiets van, waarom ben ik bedrogen? Waarom heeft hij mij pijn gedaan? En ik had er niet echt een kant-en-klare antwoord op. Dus ik dacht, ik moet gewoon boeken gaan lezen. En laat het nu echt zijn dat ik eigenlijk niet echt een persoon ben die zo heel graag boeken leest. Ik denk dat ik misschien in mijn leven één boek heb gelezen. En dat was gewoon de, ik weet niet, Game Walkthrough van Tomb Raider, denk ik. Maar ik wou er zeker meer over te weten komen. Want ik had heel veel vragen waar ik van mijn toenmalige partner spijtig genoeg nooit geen antwoord op gekregen heb. Bastard. Dus ik dacht, ik kon zelf even gaan zoeken. En dan heb ik gewoon heel veel gelezen over monogamie en waarom dat mensen of bepaalde dieren niet bij eenzelfde partner kunnen blijven. Wat dan mijn persoonlijke ervaringen waren, was dat ik eigenlijk heel snel, ik wou die persoon heel snel vergeven. In mijn hoofd, want we spraken niet meer tegen elkaar. Het heeft 7 jaar geduurd voordat we hi gezegd hebben en bye. Toen we uitgingen, ik ben ooit eens tegengekomen, tot letterlijk 2 woorden gewisseld. Hey, bye. De enige logische manier was voor mij, voor zeg maar verder te gaan, was voor die te kunnen vergeven. Ik wil hem eigenlijk niks kwalijk nemen. Want als ik iemand iets niet kwalijk neem, dus dat hij mij bedrogen had, maal 100 times. Echt waar. Als ik hem kan vergeven, dan kan ik ook verder gaan. Dus ik dacht in mezelf, kijk, eindelijk is hij niet de enige die fout gedaan heeft aan mij, maar eindelijk, hij kon blijkbaar mij niet de trouw geven dat ik toen naar op zoek was. En ik kon hem niet de polygamie. Ik kon dat ook niet geven aan hem. Dus ik had evenveel schuld in de relatie dan dat hij schuld had. We konden gewoon niet elkaars noden of wensen geven aan elkaar. Ja? Want het is heel makkelijk om te zeggen, jij is een fucking cheater, godverdoeme, bla bla bla. Maar ik kon hem ook niet vrijlaten. En er zijn gewoon heel veel mensen die dat wel kunnen, die wel hun partner vrij kunnen laten. En die kunnen zeggen van, doe maar een goesting, zolang je maar terugkomt naar mij. Dat bestaat, mensen. Maar dat leerde niet over in school. En ik denk dat die mensen soms veel minder pijn hebben dan deze hier. Op die manier heb ik gewoon kunnen die wat vergeven en zeggen van, kijk, eindelijk pasten we gewoon niet samen. Ja. Ik moet gewoon iemand vinden die wel met mij trouw kan zijn. En hij moet iemand vinden waar dat hem, ik weet niet wat mee kan doen.
En dat is fijn. En dan is er ook geen ambras en er zijn geen mensen die onnodig moeten gekwetst worden. Ik weet ook dat op zich dat bedrog niet te maken had met het feit dat ik niet graag gezien was. Maar het heeft wel te maken met eerlijkheid. En gewoon eerlijk zijn tegen elkaar en gewoon kunnen zeggen van kijk, ik kan dit u niet geven. Ik wil u dat eerlijk vertellen, zodanig dat jij een kans hebt om gewoon al schreeuwend weg te lopen. Of om gewoon te zeggen van, let's find a way. Maar als je liegt tegen iemand en je bent niet eerlijk, dan heeft iemand ook niet de kans, of geeft die mens ook niet de keus om ergens bewust ergens voor te kiezen. En vroeg of laat, alles komt aan het licht en vallen er gewonden. Ik wil eigenlijk ook iets aanhalen. Mijn moeder die is super bang van spinnen. Als ik een klein kind was, dan liep die altijd, als hij een spin zag in huis, dan echt waar. Dat is precies dat heel het huis instortte. Dat was precies zo van dat er een moord gepleegd was, dat ze een lijk zag liggen, daar op de grond. Maar dat was gewoon zo'n mini klein spinnetje. Dus als je dat ziet als jong kind, er is zoiets van, damn, als ik ooit een spin tegenkom, loopt weg voor je leven. Want dat beest gaat je gewoon kapot bijten. Thank you, mama. Voor mij een fobie te geven, namelijk voor spinnen. Wat ik hier wil meegeven is, als je van kleins af aan opgroeit in een soort van cultuur waar wij leven, waar dat het ideaalbeeld wordt voorgesteld als man en vrouw, tegenwoordig man-man, hoop ik in school, of vrouw-vrouw, of iets en iets. Dus als dat altijd zo wordt uitgebeeld en er wordt nooit niet verteld in school van kijk, het kan ook eens gebeuren dat je namelijk verliefd wordt op iemand anders. En dan kunnen er wel eens rare dingen gebeuren. Als dat niet verteld wordt, dat misschien normaal is en dat misschien ook kan gebeuren. Ja, als dat dan gebeurt in je leven, zit je er niet op voorbereid. Als er bedrog is geweest, dat je moet janken, dat je relatie moet verbreken, dat je vooral moet weglopen, like een halve zot, of beginnen met taloren smijten in huis. Maar je wordt niet verteld van, please, zijn we eigenlijk wel monogame wezens? Daar wordt geen uitleg over gelegd. Ik heb nog wat research gedaan en eigenlijk komt het er gewoon op neer dat er heel weinig wezens op deze aarde trouw kunnen zijn aan ene partner. De meeste zijn gewoon even trouw, in de zin van, we moeten kinderen maken. En een keer dat de kinderen gemaakt zijn, they move on. Seriële monogamie, wat voor een woord is dat nu weer? Honestly, ik hoor velen onder jullie al denken van, ja maar ja, bij de homo's is dat anders. Dat is er veel opener en dit en dat. Bullshit. Echt waar. Ik weet wat ik wil in mijn leven en ik wil een gesloten en normale, traditionele relatie. Ik ken heel veel hetero's die hele rare dingen doen. Ja. Maar dat komt misschien ook omdat ik niet veel homo-vrienden heb. En dat er vooral allemaal hetero's zijn die heel raar doen. Stel je voor dat mijn moeder zou gezegd hebben, kijk Tommeke, je gaat in je leven misschien ooit partners tegenkomen. Als ze tegen mij zou gezegd hebben van Tommeke, als dat ooit gebeurt, stak je rap, praat erover. Denk niet direct het ergste, dit of hetgeen. Het ding is gewoon dat wij in een samenleving leven die vooral, waar dat de christelijke kerk met de scepter gezwaaid heeft, ze hebben gewoon bepaald van, er moet een huwelijk ontstaan tussen man en vrouw en die moeten we eeuwig samen blijven en that's it. Maar die hebben niet gekeken naar, zijn de mensen effectief monogaam? Wat wil monogaam zeggen? Dat wil zeggen, als je verliefd wordt op iemand, en laten we zeggen dat die verliefdheid meestal 3 tot 4 jaar duurt, wat ik nu begin te vertellen, vanaf nu, want ik meer aan de wetenschappelijke feiten, dat als je verliefd wordt, duurt dat meestal 3 tot 4 jaar. Dat je echt zo gevoeletjes hebt en alles, gevoeletjes, dat je zo vlindertjes hebt en alles is nog nieuw, ja, en de beste situaties duurt dat zo lang. Maar vanaf dan kan het wel eens zijn, en ik denk dat heel veel mensen, als ze er heel eerlijk over zijn, dat ook moeten toegeven, dat je wel eens fantaseert over iemand anders. Of als je iemand ziet in een film spelen, Brad Pitt, hello, dat je zoiets hebt van, damn, dat is wel een schone persoon. Of amai, daar zou ik het wel op kunnen doen. Whatever. Dat hoeft allemaal niet zo zwaar te zijn. Fantasie is fantasie. Maar het feit dat we dit denken, zegt al gewoon dat we niet monogaam zijn. Dat we niet monogaam denken. Want als je echt monogaam zou denken, van het natuur instinctief, dan zou je gewoon er nog niet op komen. Zou je niet eens kijken naar dat één meisje die over de straat loopt met dat kort rokje. Of naar die knappe bink die er op strand voorbij passeert met het perfecte lijf. Dan zou je gewoon daar geen aandacht aan schenken, want dat zou instinctief gewoon niet in je zitten. Het zit niet echt in ons genen. Het is wel zo dat
wetenschappers eindelijk toegegeven hebben dat wij wel serieel monogaam zijn. Dat wil dus zeggen, je bent verliefd, je gaat een relatie aan en je hebt alleen met je partner een sterke emotionele band en seksuele activiteit. Na gemiddeld een jaar of vier heb je de verliefdheid en de liefde die je voelt voor je partner weg. Je gaat vreemd of je beëindigt de relatie en gaat op zoek naar een nieuwe partner. Zodra je weer verliefd wordt, ga je opnieuw een relatie aan en de cyclus herhaalt zich. Kijk, ik vind dat niet zo leuk om te lezen, want ik ben wel iemand heel traditioneel en ik ben ook getrouwd en ik wil ook voor de rest van mijn leven bij de Glen blijven. Omdat ik gewoon heel veel respect heb voor de Glen en ik zie die ook supergraag. Alles in mij schreeuwt het tegenovergestelde als ik zou moeten denken dat ik mijn partner zou moeten verlaten. Ik zou echt kunnen beginnen wenen nu. Dus dat is gewoon niet logisch. Ik denk wel dat er een heel groot verschil is tussen gewoon verliefd zijn en aangetrokken zijn tot iemand. En dan inderdaad na vier jaar, en dat je niks ernaast hebt, dat je misschien niet echt veel respect hebt voor elkaar, of heb je gemeenschappelijke dingen, waardoor dat je echt een leuke tijd samen hebt, dat je echt heel bewust graag samen bent bij elkaar. Ja? Als je dat niet hebt, ja, dan denk ik dat het gewoon heel moeilijk is om je hele leven samen te zijn. Zeker nu dat niet echt een schande niet meer is, als je gewoon om de zoveel tijd een andere partner hebt. Want heel veel mensen doen dat gewoon zo. Ik bedoel, hoeveel denk dat je meer relaties ziet sneuvelen dan dat je relaties tegenwoordig ziet lang duren. En er is zo'n heel groot taboe over, vind ik. Er wordt zo niet echt over gesproken van kijk, eindelijk is dat iets dat vrij normaal is. Oh ja, is het ook zo gezond van zo, ik weet niet, constant te veranderen van partner? Goh, misschien wel. Ik denk dat je gewoon keiveel bijleert dan, omdat je heel veel andere mensen leert kennen, maar dat kunnen mijn vrienden ook, denk ik. Alhoewel dan een liefdesrelatie nog wel iets anders is. Ik heb er zoveel vragen over en er is zoveel onduidelijkheid over, omdat er gewoon niet genoeg over gesproken wordt. Eindelijk moet je rekening houden als je bij je partner blijft, voor de rest van je leven, dat je eindelijk voor de rest van je leven ook moet vechten tegen een of ander dierlijk instinct, tegen iets dat in ons zit. Iets dat eigenlijk niet in ons natuur zit. Iets dat ons opgedrongen is van de christelijke kerk die ondertussen allang vervlogen is. Ja? Als je zoveel duizenden kilometer verder gaat, zijn er bepaalde stammen, oké, laten we zeggen dat die misschien niet meest ontwikkeld zijn, maar dat vrouwen heel veel verschillende mannen hebben. En we kennen natuurlijk ook wel de harems, de mannen die heel veel vrouwen hebben. Dat is in die cultuur ingebakken. Dat is zo, de mensen vinden dat er ook normaal en de mensen gaan er ook geen drama's van maken. Als we inderdaad die seriële monogamie hebben in ons lichaam, ja, dan denk ik wel dat de eerste 3-4 jaar heel moeilijk is om dan niet jaloers te zijn. Dat is het ook natuurlijk niet, maar er is gewoon een heel groot taboe over. Doordat er eigenlijk een heel groot taboe rond is, zijn we vaak ook gewoon heel gekwetst. En ik was ook heel gekwetst toen dat gebeurd was. Toen dat mijn partner mij bedrogen had. En uiteindelijk was ik nog meer gekwetst als ik dan echt die breuk moest in gang zetten. En al hetgeen die erna gevolgd is. Dus dat heeft mij gewoon voor heel veel verdriet en ongemakken gezorgd in mijn leven. En zelfs trauma's waar ik ook over verteld heb. Waar ik zelfs therapie voor gaan doen ben. Ja, dat is gewoon zoveel dat we er niet over weten. En die misschien niet heel duidelijk is. Omdat er gewoon ook niet genoeg over gesproken wordt. Dus eigenlijk voor die reden wou ik vandaag een video maken. Ik weet dat is een topic die niet bij iedereen in goede aard gaat vallen. Je mocht zeker dingen nalaten in de reacties hieronder over hoe dat jullie erover denken. Wat dat jullie gedachten zijn of jullie ervaringen. En dan lees ik die heel graag. Ik ben iemand, zoals dat je weet ondertussen, ik ben heel ruimdenkend. Maar laat ik één ding duidelijk zijn. Ik wil mijn partner niet delen met iemand. Ik kan dat ook niet aan. Ik ben er veel te jaloers voor. Ik denk dat dat ook heel egoïstisch is ergens van mijn kant. Ik weet ook dat de gay scene ook wel een beetje bekend staat voor meer open relaties. Ik weet niet. Zijn er heel veel gays die kijken naar mijn filmpjes? Had er heel veel gays die kijken naar mijn filmpjes? Of homo's? Of holibies? Werkt dat echt? Of is dat ook nog moeilijk? Want ik heb het nooit niet gehad, een open relatie. En ik zit toch niet direct van plan. Want ik denk dat dat gewoon heel moeilijk is voor dat te doen. Dat we zeggen dat trouw zijn heel veel te maken heeft met een bepaald hormoon in ons lijf. En dat is het ADH-hormoon. Dat is een bepaald hormoon die eindelijk bij monogame diersoorten veel hoger is dan bij diersoorten die polygaam of promiscuus zijn. Dus polygaam wil zeggen dat ze verschillende bedpartners hebben. Mm-hmm. Ik heb nog wat dingen willen opzoeken over het ADH-hormoon. En ik weet wel dat we dat ook in ons lijf hebben. Maar er staat nergens niet op internet te lezen in hoeverre dat in ons lijf dat ook aanwezig is.
En als ik zo'n klein beetje in mijn kennissenkring rondkijk en aan mijn familie zie, dan denk ik gewoon dat de ADH-hormoon bij ons niet zo heel, heel hard aanwezig is. Anyway, dat was mijn video over monogamie. Als er heel veel reacties op komen, en ik hoop dat ik er heel veel reacties op krijg, want ik wil er ook uit geraken van, kijk, wat is het nu? Hoe zit dat hier allemaal ineen? Dan wil ik daar zeker nog eens een vervolgvideo op maken waarop ik reageer op jullie reacties. Dus ik vind het heel belangrijk om zeker iets na te laten in de reacties hieronder. Geef die video een duim als je hem leuk vindt. En abonneer ook op mijn kanaal door op het cirkeltje te duwen op het einde van de video. Dat zul je hier vinden. Alright? En dan zie ik jullie graag terug bij de volgende video. Bye!